inmiddels herkent. Dit is de Fiat Tipo uit 1988, want de Fiat Tipo bestaat 30 jaar. Die Tipo is echt zo'n auto die in de vergetelheid is geraakt. Terwijl het in de jaren 80 toch echt een hele populaire gezinsauto was. Die het auto's zoals de Volkswagen Golf en de Opel Astra moeilijk moest maken. En zelfs de handschoen toewierp. Letterlijk. Kijk maar eens naar deze commercial die Fiat in die tijd uitzond. En waarin een aantal Duitse ingenieurs met angst en beven aan het bekijken zijn wat voor vlees ze precies in de kuip hebben. Hans. Assen. Und? Gut. Gut? Sehr gut. Was meinst du damit? Wer wird uns das Leben schwer machen? Der wird uns das Leben schwer machen. Mooi, hè? Zo maakten ze vroeger nog reclame voor gezinsauto's. En Fiat heeft natuurlijk een lange historie in het maken van gezinsauto's. Want voor Gertsen Tipo was er de Ritmo. En daarna was er de Marea, de Stilo, de Brava, de Bravo. En nu, terug van weg geweest, opnieuw in de showroom, de Fiat Tipo. Zeg, Wisse. Ja? Is die oude Tipo niet ook nog eens een keer auto van het jaar geweest? Jazeker, dat is hij zeker geweest. Dat was hij in 1989. En waarom werd die auto van het jaar? Nou, er waren een paar goede redenen voor. Om te beginnen was deze Tipo, die haalde het afwerkingsniveau van een Volkswagen Golf. Nooit eerder vertoond en voor die tijd echt voor Fiat een hele grote stap voorwaarts. En er was er nog een reden, en vind ik nog veel belangrijke reden. Deze auto stond, hoe revolutionair, op een zogeheten modulair platform. Nou, dat is nu heel gebruikelijk, toch? Je hebt van deze auto ook een hatchback, een sedan en een stationwagon. Ja, dus je kon meerdere koetsen op één platform zetten. Maar dat ging bij het Fiat-concern nog een stapje verder. Die hadden meerdere merken. En die zetten bijvoorbeeld op dit platform ook de Alfa 155 en de Lancia Dedra. En er was er nog een reden waarom deze auto auto van het jaar werd. En dat is, hij werd geroemd om zijn eenvoud en om zijn ruimte. Want het is natuurlijk een gezinsauto. Nou, dan wil ik wel eens even zien wat ze in 89 ruim vonden. Nou, ik ben eigenlijk net zo benieuwd als jij. Want ik zou het niet kunnen zeggen. Ga zitten. Nou. Dat is niet verkeerd, hè? Nee, het is meer dan in die nieuwe. Ja, joh. Jij zit hier beter dan in die nieuwe. Ja, ja. Vooral ook omdat die bank zo lekker zacht is. Briljant. Nou, over ruimte gesproken. Dan wil ik ook wel eens weten hoe die achterbak eruit ziet. Hupsieke idee. Ja, ik snap wel dat hij hier punt voor heeft gekregen. Ja, goed hè. Maar weet je wat ik echt gaaf vind aan deze auto? Hij had als eerste, voor zover ik weet, een digitaal instrumentarium. Moet je kijken. Tada! Helemaal geweldig, toch? Ja, maar de maatstaven van 1989, ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk al navigatiekaartjes hiermee. Ja, Apple CarPlay. Maar ja. Welk jaartal het ook is, ja. Deze auto heeft iets heel bijzonders. Dit is namelijk een heuse televisiester. Oh. Had je hem niet herkend? Nee, geef eens een hint. Ik geef je een hint. Oké, het is een politieauto. Ja. Bassie en Adria? Nee, wist. Dit is een van de dienstwagens uit Flikken, Rotterdam. Oh, dat vind ik wel heel gaaf. Ja. Ik zou dat eigenlijk op mijn eigen auto ook wel willen hebben. Deze nieuwe Tipo is er met een 1,4 liter benzinemotor met naar keuze 95 of 120 pk. Gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Er bestaat ook nog een 110 pk sterke 1,6 liter benzinemotor met een automaat. Vroeger was het motorenaanbod traditiegetrouw veel ruimer, iets dat nu niet meer nodig is. In 1988 kon je kiezen uit maar liefst 5 benzinemotoren en 2 diesels. Onze Tipo is het toenmalige instapmodel met een 1,4 liter benzinemotor. En die motor levert 75 pk. Dat klinkt misschien een beetje weinig, maar vergeet niet, deze auto weegt maar 950 kg. Want in die tijd had je niet airconditionings, airbags, allerlei veiligheidssystemen. Allemaal dingen die die auto veel zwaarder maken. Dat was er toen niet. Hoe rijdt hij dan verder? Nou, hij rijdt verrassend comfortabel, vind ik. Kijk, we hebben hier een hobbel. Prachtig mooie lange veerwegen. En toch helpt hij in bochten maar weinig over. Het is gewoon echt prima gedaan allemaal. Nou, zicht rondom is veel beter dan in heel veel moderne auto's. Die raamstijlen zijn veel dunner. Persoonlijk vind ik dat perfect. En als je door wil rijden, dat is wel, je moet dat motortje wel een beetje op toer houden om door te rijden. Maar als je dat doet, hartstikke leuk. Ja, en zo reed je dan met je hele gezin op zondag naar oma. Of je reed in de vakantie naar Zuid-Frankrijk met je gezin in zo'n auto. Ik vind hem helemaal geweldig hoor.
Tja, wat voor de typo van toen gold, gaat in grote mate ook op voor deze hedendaagse versie. Ik ben onderweg met een 120 pk sterke benzineuitvoering. En die doet eigenlijk weinig verkeerd hoor. Hij reageert goed op het gas, de besturing is communicatief, demping en viering zijn in orde. Ja, er is één minpuntje. We weten uit een eerdere meting dat hij niet zo zuinig met zijn brandstof omspringt. Gemiddeld zaten we toen op 1 op 10. En dan is er nog iets. Eigenlijk verkopen ze nog maar één model in grote getalen en dat is de 500. De rest van het gamma blijft een beetje hulpeloos in de showroom achter. Ja, ik ben er wel van hoor, Frank. Klassiekers, youngtimers, dit is een youngtimer. En weet je, in dit geval ben ik er helemaal van, want deze auto is wat minder bekend. Dus voor 4.000, 5.000 euro maximaal heb jij de allermooiste die je maar kan vinden. Dus heren ZZP'ers, letten jullie even op, zet hem op je lijstje. Dat is goed voor de boekhouding deze. En wil je nou een gezinswagen leasen? Denk dan even aan die Tipo. Want je kan van die Italianen zeggen wat ze willen, maar ze weten wel degelijk hoe je leuke, betaalbare en ruime gezinsauto's maakt. En dat is het voordeel van een Fiat. Of je nu gaat voor een exemplaar uit 1988 of eentje van vorige maand, ze zitten standaard barstensvol karakter.